In de vorige video zagen we hoe de Engelsen voor de allereerste keer een kolonie stichtten in Noord-Amerika, Roanoke. En dat ze die kolonie al heel snel weer op moesten geven. In deze video zullen we gaan zien dat de Engelsen nu meer succes gaan krijgen in de 17e eeuw. Er komen dus weer een aantal van dezelfde kenmerkende aspecten voorbij. Uh, maar ja, we gaan ook een stapje verder in de tijd. Hè. We gaan door naar tijdvak 6, eigenlijk vooral die 17e eeuw. En dan zie je dus dat de Engelsen verschillende nieuwe kolonies in Noord-Amerika stichten. En uiteindelijk zie je dat er een smalle strook is aan de Amerikaanse oostkust waar 13 Britse koloniën komen. Ja, het aantal Europese en dus ook Britse kolonisten dat stijgt gestaag in Noord-Amerika. Maar wat maakt die kolonieën dan zo aantrekkelijk? Waarom komen die mensen naar die kolonieën toe? Nou ja, daar zijn verschillende redenen voor. Uh, ten eerste is er heel veel onontschonnen grond die als landbouwgrond kan worden gebruikt. Hè? Als jij in Europa, als jij daar uh, maar een heel klein stukje eigen grond had... of misschien zelfs helemaal geen eigen grond had... dan kon je in die nieuwe wereld, ja, daar kon je vast wel een stuk landbouwgrond uh, bemachtigen... en dan kon je dus echt een vrije boer worden... Um, je kon er ook gaan handelen, bijvoorbeeld met de inheemse bevolking, hè, de indianen die er al leefden. Uh, dus dat was ook een heel aantrekkelijke economische reden om uh, te vertrekken naar de koloniën. En uh, het leefde ook, ja, er moest heel veel gebouwd worden, er moesten hele uh, dorpen en alles moesten opgebouwd worden, er moest een hele samenleving uitgebouwd worden, schepen moesten onderhouden worden, mensen moesten kleding hebben en dergelijke en allerlei andere werktuigen. Dus er was ook meer dan genoeg werkgelegenheid in de nijverheid. En daarnaast waren die verhalen over goud en zilver en werd ook hier en daar wel gevonden. Dus dat is natuurlijk ook iets wat mensen altijd wel aantrekt. Ja, en wat ook nog een heel belangrijke reden is waarom sommige groepen uh, naar de nieuwe wereld vertrokken, uh, dat was omdat ze in Europa vervolgd werden vanwege hun geloof. En die groep in Engeland die heel erg bang was voor geloofsvervolging, dat waren de zogenaamde Puriteinen. Dat waren strenge Calvinisten. Ja, en die vonden die Anglicaanse kerk, waar het in de vorige video ook al over ging, waar de koning dus aan het hoofd stond, die vonden ze eigenlijk te katholiek. Want in hun tijd, begin van de 17e eeuw, was er een, een nieuwe koning, Koning Jacobus. En ja, die, die was toch veel meer geneigd tot het katholieke geloof. En zij waren dus bang dat ze ook vervolgd zouden gaan worden, want zij wilden hun strenge Calvinistische geloof niet opgeven. En daarom besloten zij om te vluchten naar de tolerante Nederlandse Republiek. Dat was een Calvinistische Republiek. Er was sowieso gewetensvrij, dus op geloofsgebied mogen er al wel meer. Maar ja, uiteindelijk vonden die Puritijnen dat dus eigenlijk ook niet kunnen. Want ja, in hun ogen was het misschien wel wat te tolerant. En ze zijn ook bang dat ze hun cultuur gaan verliezen in de Republiek. Dus er zijn, een aantal jaar zijn ze in Leiden met name. Daar, daar, daar sticht ze ook een kerk en daar zitten ze heel sterk. Maar uiteindelijk besluiten ze om ook uit Leiden te vertrekken. En naar die nieuwe wereld te gaan, naar die nieuwe Britse koloniën. Toe. Ze vertrekken dus ook naar Noord-Amerika. En hier op het kaartje zie je dan hoe dat schip, de Mayflower, hoe dat vanuit Leiden uiteindelijk via de Engelse zuidkust naar uh, ja, de, de Amerikaanse oostkust zal gaan. En daar stichten zij dus een Puriteinse nederzetting in wat uh, Nieuw-England is. En dat is de, de Plymouth Colony, zoals je hem hier ook ziet. En die Puriteinen die wilden mee een hele nieuwe Puritijnse Calvinistische samenleving starten. Hè? Helemaal gericht op hun geloof, helemaal volgens hun normen en waarden. Ja, waarom haal ik er nu even deze Puritijnen uit, want het is maar één van de vele groepen eigenlijk die in die nieuwe wereld terechtkomen, in die Britse koloniën. Ja, omdat zij gezien worden als de zogenaamde Pilgrim Fathers. Zij zouden de voorvaders zijn van de Verenigde Staten. Ja, en dat beroemde Amerikaanse feest Thanksgiving, dat is hier bijvoorbeeld van afgeleid. En ja, de Amerikanen zien hun dus ook echt als heel erg belangrijk in hun eigen geschiedenis. Maar er waren dus veel meer kolonisten en ja, die kolonisten die zijn dus in eerste instantie heel erg afhankelijk van de inheemse bevolking, de indianen, voor hun voedselvoorziening. Dus uh, ja, daar wordt mee gehandeld. De indianen die zorgen voor voedsel en de kolonisten die uh, hebben allerlei gebruiksvoorwerpen die ze maken en die ze ruilen tegen die indianen voor voedsel. Maar ondanks die afhankelijkheid in de eerste jaren kijken de kolonisten vooral toch ook neer op die zogenaamde barbaarse indianen. Het waren geen christenen, ze hadden een ander kleurtje, ze hadden een andere cultuur, andere gebruiken, andere taal. En uh, ja, veel indianen werden dan ook tot slaaf gemaakt of hun gebied werd ingenomen door de Europese kolonisten. En hoewel er, wel hier en daar, wel pogingen werden gedaan om uh, de Indianen en de kolonisten in vrede met elkaar te laten leven. Denk bijvoorbeeld ook aan het verhaal van Pocahontas. Zie je al heel snel dat het misgaat. En dat het vooral uitloopt op allerlei uh, conflicten. En dat de inheemse bevolking, de Indianen, ja, die worden dus gedecimeerd. Hè? De honderdduizenden Indianen die zullen sterven in de 17e en de 18e eeuw. Hoe kan dat? En vanwege die conflicten, bloedige oorlogen, die worden uitgevochten tussen de Europeanen en de Indianen. En ook vanwege allerlei nieuwe Europese ziektes. En ze hadden indianen bijvoorbeeld geen antistoffen voor de pokken. En waar Europeanen dus beter konden worden van die ziekte, zag je dat heel veel indianen er juist aan stierven.